Wauw. Durf jij hier naar te kijken? Misschien wel als je weet dat het niet echt is. De acteurs in een film raken natuurlijk nooit echt gewond. De wonden die ze hebben worden gemaakt door een zogenaamde special effect grimeur. Als je een hondenbijt hebt, dan zitten er dus eigenlijk gaatjes in je hand van de tanden. Nou, ik kan natuurlijk geen echte gaatjes hierin maken. Dus ik moet eerst een laagje erbovenop leggen waar ik dus weer gaatjes in kan gaan maken. En hier komen de hoektanden. Ik ga nu met de gaatjes beginnen, dus waar de tanden komen. En het hoeft allemaal niet netjes, want ja, een hond die houdt er ook niet rekening mee dat het netjes moet. Dus het wordt een beetje rafelig. Nou, nu ga ik op de diepste punten de donkerste kleur neerzetten. En hoe donkerder de kleur, hoe dieper het lijkt. Als je gebeten wordt, dan komt het bloed meestal echt vanuit de zijkantjes van de wonden. En dat probeer ik nu hier na te bootsen. En dan maken we de huid om de wond heen nog net even iets roder. Maar niet te donkerrood. Net of dat het lijkt of dat het een beetje opgezet is. En eigenlijk als een beetje final touch zet ik nu een licht randje bovenop het wondje. Want het is namelijk zo, als je een wondje hebt, dan wordt het eromheen een beetje rood. Maar het randje direct langs de wond, daar trekt het bloed weg. Nou, het laatste wat we dan nog gaan doen, een beetje kunstbloed. Dus het lijkt net of dat ze tanden, zeg maar, de sporen van het bloed hebben meegenomen. Zo, en hij is klaar. Thank you.